In een opmerkelijke uitspraak heeft Peter van der Vorst duidelijk gemaakt dat er geen behoefte is aan een opvolger voor Eva Jinek bij RTL 4. De relatie lijkt verzuurd te zijn na haar kostbare overstap naar de commerciële zender. Hoewel Eva de late avond van RTL 4 weer op de rails kreeg, waren haar kijkcijfers teleurstellend en haar ambitieniveau leek af te nemen. Haar vertrek is nu echter gevolgd door een verrassende wending. Er wordt geen vervanger voor haar gezocht, ondanks de wens van presentatoren Bo en Humberto. Deze beslissing van Peter van der Vorst roept vragen op en lijkt een sneer naar Eva Jinek te zijn. Victor Vlam, bekend televisiecommentator, gelooft echter dat er op de lange termijn wel een vierde persoon zal komen. Hij interpreteert de huidige situatie als een teken dat er voorlopig geen directe opvolger voor Eva is, wat gezien haar unieke positie begrijpelijk is. Deze ontwikkeling is ongetwijfeld een teleurstelling voor Eva Jinek, die 4 jaar bij RTL heeft gewerkt voordat ze vertrok. Het lijkt te passen in een patroon van een mogelijk verzuurde relatie tussen haar en de zender, waarbij er ook onvrede is geuit over het delen van haar redactie met andere presentatoren. Het is een situatie die doet denken aan hoe medewerkers soms worden behandeld wanneer ze met pensioen gaan of vertrekken bij een bedrijf, waarbij wordt gezegd dat er eigenlijk geen opvolger nodig is. Voor Eva Jinek is dit ongetwijfeld een bittere pil om te slikken.